Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden, maar boven het zuidoosten zijn er brede opklaringen en daar start de dag met heel veel zonneschijn. Maar vanuit het noorden op steeds meer plaatsen bewolking en uit die bewolking valt af en toe wat regen of motregen, Het zijn geen grote hoeveelheden, maar het weerwild is wel grijs en soms is dus ook druilerig. Vanmiddag kan in het noorden ook sporadisch de zon doorbreken, maar de bewolking houdt denk ik de overhand. In het zuidoosten komen er ook wat meer wolken en ook daar kan er enkel buitje vallen. Het wordt zo'n 18 graden onder het wolkendek en 20 à 21 in het zuidoosten. Vanavond een paar opklaringen, soms brede opklaringen. Maar nieuwe wolkenvelden vanaf de Noordzee trekken alweer het land binnen. In de nacht breiden die zich uit en morgen overdag dan hebben ze gewoon weer de overhand. Opnieuw van tijd tot tijd regen of motregen, het zijn kleine hoeveelheden, het is eerder weer grijs en druilerig. 16 tot 19 graden en slechts af en toe zonmorgen. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar wat zonneschijn, maar het zijn vooral de wolken die de overhand hebben met lichte neerslag. In het, weekend, sorry, in het weekend krijgt de zon wat vaker de kans om door te breken, kan nog wel een bui vallen en het kwik gaat iets omhoog, richting de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl